Erik de Waet. Ik ben CEO van Recupel. Recupel is de organisatie die in België de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid uitvoert voor bedrijven die elektrische en elektronische apparaten op de markt brengen. Dat houdt concreet in dat wij de afgedankte toestellen inzamelen en laten verwerken. Oh, groot, ja, toch naar omvang van hoeveel tonnage wij jaarlijks zo inzamelen en laten verwerken. Dat is meer dan 120.000 ton. Dus afgedankt recto komt in alle maten en gewichten. Daarom is het inzamelrecipiënt zeer belangrijk. Sinds 2007 werken wij samen met IPP, die voor ons de palletbox ter beschikking stelt. Die hebben wij samen met hun ook doorontwikkeld tot wat die vandaag is, waar wij zeer tevreden van zijn. Mijn naam is Erik van Geloven. Ik ben anderhalf jaar werkzaam bij IPP als key account manager, onder andere verantwoordelijk voor Recupel. IPP en Recupel werken al 14 jaar samen. We vinden allebei duurzaamheid ontzettend belangrijk en helpen elkaar daarin om die doelstellingen te bereiken. We zijn vandaag bij Galo. Dat is een van de vijf grote verwerkers van Recupel. Ons product is de IPP-box, die leveren we aan Recupel. Ja, en bij Recupel wordt die in hun keten gebruikt voor de verwerking van en inzameling van goederen. Ik ben Hans de Bond, teamleader logistiek bij Recupel. Met de meer dan 30.000 boxen van IPP kunnen wij er dagelijks voor zorgen bij Recupel dat alles vlot vertransporteerd wordt. Het is een consument die zijn oude radio, oude televisietoestel in een boxpalet van IPP kan leggen. Het is de transporteur van Recupel die die boxpalet komt ophalen en brengt naar een verwerker. Wanneer de apparaten bij de verwerker toekomen, worden er eerst batterijen en dergelijke uitgehaald en dan gaat het toestel verder op de transportband. En alle grondstoffen worden dan verder gerecupereerd en die kunnen opnieuw ingezet worden voor het maken van nieuwe apparaten. Die IPP-box bestaat uit verschillende onderdelen. Wat maakt dat je hem kan demonteren? En dat is belangrijk zowel voor ophaalpunten, maar zeker ook voor de verwerker. Je kan hem demonteren, stukken afnemen en voor de ergonomie is het goed dat je op die manier gemakkelijk toestellen uit de box kan nemen. IPP is een goede partner omdat zij steeds zorgen voor goed beheer. Altijd zodat er voldoende palletboxen in omloop zijn en dat herstel en onderhoud van de palletboxen snel en kordaat kan gebeuren en ook op hoge kwaliteitsniveau wordt afgeleverd. Wanneer we de boxpallet moeten laten herstellen, dan kunnen we steeds terecht bij het veer. Het veer zal het hout herstellen, maar ook de haken enzovoort. De delicate punten aan de boxpallet kunnen op die manier weer in orde gebracht worden, zodat de boxpallet opnieuw in de keten kan worden gebracht. De samenwerking verloopt ontzettend goed. We weten elkaar goed te vinden als er uitdagingen zijn. Ja, ik denk dat we op een goede manier met elkaar communiceren. Daarnaast is ook een partner die zeer aanspreekbaar is. En via regelmatige overlegvergaderingen kunnen wij samen de punten, al dan niet pijnpunten die er zijn, aankaarten en samen voor verbetering gaan. Sinds januari 2021 hebben we het contract verlengd. Ja, met dit nieuwe contract gaan we samen voor een mooie toekomst.